Mijn naam is Chloé Poriot. Ik ben HR-manager binnen Assa Abloy Entrance Systems in België. Ik ben Lievende Koen. Ik ben preventieadviseur bij Assa Abloy Entrance Systems. Wij zijn specialist in automatische toegangsoplossingen, meer concreet industriële poorten, laad- en lossystemen, automatische schuifdeuren en dergelijke meer. Ik ben Bart de Mol, docent bij Atentia, maar fulltime werkzaam als ploegchef binnen de noodcentrale 112 te Gent, Oost-Vlaanderen en ook nog actief als hulpverlener ambulancier binnen de post Melle van het brandweerzonecentrum. Het is een heel eenvoudige vraag. Hoe meer mensen kennis hebben van eerste hulp, hoe sneller en efficiënter dat we eigenlijk mensen kunnen gaan helpen en eigenlijk levens kunnen gaan redden. EHBO is heel belangrijk op de werkvloer, voor zowel bedienden als voor de arbeiders. Voor mezelf is het dan omdat ik meestal opgeroepen word als eerste aanspreekpunt voor de medewerkers, maar ook als ik zelf niet in de buurt ben of we gaan heel vaak ook met onze arbeiders naar werven, is het ook belangrijk dat deze collega's EHBO kennen. We hebben gekozen voor de EHBO-opleiding via Atentia Academy, omdat wij algemeen gezien eigenlijk een heel goede samenwerking hebben met Atentia. Voordeel van de opleiding is dat dat zowel open kan plaatsvinden of gesloten. Een gesloten opleiding is dan exclusief voor ons bedrijf. Het voordeel van een exclusieve opleiding is natuurlijk dat er ook een groepssfeer ontstaat bij de deelnemers van ons bedrijf. En dat de lesgever ook meer concreet kan inpikken op concrete situaties en risico's bij ons in het bedrijf. Sowieso gaat de cursus door over 2 volledige dagen en daarnaast nog een halve dag. Dat is een heel uitgebreide cursus, mooi verdeeld tussen theorie en praktijk en altijd in een uiterst aangenaam en professioneel kader. Bij bedrijven waar we de basisopleiding al gegeven hebben, daar gaan we inderdaad elk jaar terug om dan die mensen een jaarlijkse bijscholing van een 4-tal uur te geven, zodanig dat we hun kennis kunnen een beetje heropfrissen en dat we uiteraard ook het verplichte item van de reanimatie ook nog eens kunnen heropfrissen. Dat is uiteraard verplicht voor die mensen, zo niet is hun brevet dan ook niet meer geldig. De jaarlijkse bijscholing is voor mij zeer belangrijk, net omdat het mij het nodige vertrouwen geeft om ook effectief te gaan ingrijpen op belangrijke momenten. Nog niet op de werkvloer. De wondverzorging heb ik wel al toegepast in mijn privésituatie bij mijn 8-jarig zoontje.